is dan uit het verleden, maar ze hebben nadruk wel dat patiënten en nabestaanden met klachten echt een goede nazorg krijgen. Dus als je bestaat als een patiënt in het ziekenhuis, dan kan dat opbouwen. En het sterftecijfer in het ziekenhuis wat lager ligt, het gemiddelde sterftecijfer in Nederland. En er wordt goed vooruitgang geboekt, zelfs bovenmiddag, dat er invloed van de team op de veiligheidsstelling. Patiënten kunnen gerust en veilig aan het ziekenhuis. En om het echt veilig te maken, hebben ze ook besloten hier om maatregelen te nemen om ook de verpleging, de kwaliteit van de verpleging te verbeteren. Beste vrienden.